Dus wil je kicken door? Vandaag zijn we Apeldoorn bij mijn boy Matthew met zijn gekke ruimteschip. So let's go! Ja man, alles is goed. Bro? Ja toch, lekker, lekker. Lekker, lekker, lekker. Goed je te zien. Ja, dankjewel. Ja toch? Je gekke tattoo shop. Je weet. Matthew. Yes. Dankjewel dat ik mocht langskomen. Ja toch? Kick in the door. Ja toch, jullie ook, dankjewel. Maar we zitten bij je tattoowinkel toch? Ja, klopt. En wat heeft dat te maken met je sneaker collectie of sneaker drive? Vertel. Ja, wat heeft het te maken met mijn sneaker drive? Ik denk sowieso, mijn liefde voor sneakers is een vorm van kunst, snap je? Ja. En ik denk dat het gewoon heel mooi gepaard gaat met het tatoeëren. Ja, ja. Weet je, de kleurtjes, alles gaat gewoon goed gepaard. Ja, en weet je nog hoe het is begonnen bij jou? Bij welke schoen dacht je van, yo, dit gaat een deel van mijn leven bepalen. Weet je dat nog? Ja, voor mij was het eigenlijk de Safari. De MX-1 Safari? Ja, 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 dat was eigenlijk mijn eerste dikke paardje. Ja. En ja, eigenlijk hadden we geen flauw benul van wat al die Nike's waren toen de tijd. Ja. Tenminste... Waar had je die gekocht, die eerste? Weet je dat nog? Mijn eerste heb ik bij Dennis gekocht in de Apeldoorn. Oké, okay, ja. En volgens mij nog zelfs in de coffeeshop. Oh, dat is dan in de gulden tijd, denk ik. Nee, nee, was net... Net euro. Was net de euro. Was net een jaartje erin, volgens mij. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, 2003 en, als het goed is. Ja, en toen op een gegeven moment was je er even uitgestopt of zoiets, toch? Of? Ja, ik heb een slechte periode gehad in mijn leven. Mm-hmm. En eigenlijk... is mijn liefde voor schoenen altijd nog wel gebleven. Alleen, weet je, mijn hoofd zat heel ergens anders. Ik heb heel veel paardjes weggedaan. Ja, en welke periode was dat? Ja, dat is denk ik ergens geweest... Moet ik even gaan denken, man. Ja. Volgens mij heb ik sinds 2016 weer de draad opgepakt. 16, dus dat is zes jaar geleden. Ja, heb ik de draad weer... volop erin gegaan. Ben ik weer volop erin gegaan. Toen begon ik ook weer gelukkig wat geld te verdienen en zo. Mm-hmm. Dus zes jaar heb je een beetje doorgespaard. Je zit op een collectie van 300 of zo, 400? Ja, ik zit op 300 plus. Zeg 300 maar. Plus. Ja. Dat is toch wel, want daarvoor had je had niet heel veel dingen verkocht, maar ook weer wel. Dus je had nog wat van vroeger liggen? Nou, ik heb eigenlijk heel weinig van vroeger liggen. Ik heb echt heel veel weggedaan. Oké. Okay. Dus eigenlijk kunnen we zeggen, in 2016 ben je eigenlijk weer opnieuw begonnen. Ja, zeg maar. Ja, ik ben zeker opnieuw begonnen. Ja, dan heb je toch wel een flinke collectie opgebouwd in die zes jaar, zeg maar. Ja, zeker. Ja, zeker. Ik denk dat in 2016 kocht ik volgens mij... mijn eerste paardje waren weer Elephants die ik terugkocht. Ja. Volgens mij toen voor €275. Ja, nu gaan ze voor 1000 volgens mij. Ja, 1000 plus, zeker. Ja, 100%. Ja, sick. Ja. Toch... begon mijn jagen echt met de oude paardjes weer. Ja, ja, want dat gevoel had je nog van vroeger, zeg maar, toch? Ja, die nostalgie. Dat is echt een soort sentiment is dat natuurlijk. Ja. En heel veel kon ik ook niet betalen, want ik was nog best wel jong die tijd. Ja. Dus en nu denk ik van, ja, shit. Had ik je ze maar toen gekocht, hè? Ja, maar een beetje... ik denk dat het ook wel zo spannend houdt, snap je? Dat je iets niet hebt. Weet je, dan toch een soort jacht naartoe opent en zo. Ja, want ik denk, als je alles hebt, dan is het ook niet meer leuk. Het kan heel makkelijk gaan, maar weet je, je wil gewoon een bepaalde liefde laten groeien naar een schoen. Ja. Weet je, verliefd worden. Ja. Kijken of de schoen bij je past. Of die schoen met je wil daten. En dan uiteindelijk denk je van, ja, het is raak. Dit is hem, kom maar. Jij mag bij mijn harem mee, hè? Ja. Welkom bij mijn harem. Bij mijn harem voor de rest. Sick. Oh my god. What the fuck? Ja. Crazy! Ja, het is net een snoepwinkeltje. Het is beter als een snoepwinkeltje. Ja. Nou Matthew, in je ruimteschip. Crazy! Eerst wat opvalt, Jordan 4's. Ja. Is dat je favoriete Jordan? Ja. Why? Ik weet niet man, ze doen me ook een beetje denken aan
de jaren 80 of zo, of, hoe ik ben opgegroeid. Tenminste, die modellen die zijn gewoon voor mij super relaxed. In de zomer korte broekie, vetertjes los erin. Hé, hey, dat is een hele oude, of niet? Deze heb ik ook nog gehad. Damn, dit is nieuw. Ja, maar ik vind ze gewoon spuuglelijk. Waarom heb je ze dan? Omdat ik de Air Max One heb, de Yeezy. Ja? En toen kreeg ik deze aangeboden. Deze moet je kopen op basis van deze niet andersom, hè, bro? Nee, ik weet het, maar ik ben gewoon niet fan van dit, maar wel van dat. Ja, maar deze is 10 keer zo duur volgens mij. Jawel, en dat is waarom ik hem dan gekocht heb. Hè. Want ik kon hem voor een heel mooi prijsje krijgen. En weet je, ik vond de overloop wel mooi van... Hoe ga ik naar hoge schoenen toe in mijn muur? Weet je, dan heb ik een Yeezy, dan heb ik een Yeezy. Ah, ja, dit is het meest rare verhaal wat ik ooit heb gehoord. Ja, ja. En Susan, ik vind die shirt niet goed. Afschuwelijk. Maar waarom heb je hem dan? Zoals ik al zei, ik zie het als kunstobject. Weet je. Het is eigenlijk sinds 1987 één model. Ja, en dat... Die nooit veranderd is, maar elke keer is die toch pakkend. En weet je, ook de film zeg maar, waar die op gebaseerd is en zo... Weet je, het is gewoon een hele pakkende schoen en hij is gewoon mooi qua kwaliteit. Is hij heel mooi afgewerkt. Chlorophyll. Toen ik weer begon met sparen is dit sowieso een nummer 1 op mijn lijstje geweest. Mm-hmm. Ik denk ook van de oude garde dat je daar gewoon de meeste complimenten op krijgt als je die aan hebt. Ja. Wat is dat? BRS lookalike? Ja man, pak maar. Dit is wel een leuk verhaaltje. Dit is een ID. Oké, maar het is niet exact de BRS-kleur, hè? Nee, weet je, dit is de poor man's BRS. Ja. Ik kon ze niet betalen, ik kon ze niet vinden, mijn maat. Ja. Dus toen heb ik mijn ID'tjes laten maken. Ja. En misschien wat wel grappig is, weet je. Dus als je ze zo bekijkt... Staat er sick. Ik ben er helemaal ziek van, snap je? Dat ik ze niet kon kopen, weet je. Dus ja, ik denk van, als we dan even een stempel mogen geven, dan weet ze ook hoe ik me voelde toen ik deze liet maken, weet je? Daarom heb je sick dog. Juist, ja. Waterspoon? Ja, dat is mijn vervloekte schoen geweest. Vervloekt? Ik heb hem 2 of 3 keer heb ik hem, ben ik bedonderd ermee. Dus hiervoor heb je 2 paar gekocht en er waren allebei nep? Ja, waren nep. Wat waren de prijzen? Eentje was 5,5, andere volgens mij 7,5. €1300 is al weg. Ja, dat is al Hebben weg. Ze nog liggen hier? Ik heb 1 paardje liggen hier. Natuurlijk zie je wel, de soklijn is anders. Alles is een beetje anders. Ja, omdat je een echte naast hebt. Precies, maar als jij gewoon buiten staat ergens, je ziet het verschil niet. Ja. Maar misschien wat ook wel leuk is. Ik heb hier een paardje. Dat is, vind ik zelf een heel tof paardje. Dit is de Betsy Ross. Die is in 2018 uitgebracht. En op een gegeven moment uit de handel gehaald, omdat die verboden was. Ze hebben... slavernijvlag erop gezet. Die rugbyspeler Kiepernick die heeft toen heel veel commotie erover gemaakt. En toen heeft Nike ook per direct die schoenen eruit moeten halen. En ik weet dat die gewoon best wel weinig van op de markt zijn eigenlijk. Mag ik vragen, wat was de prijs doen, denk je? Deze? Ja. Ik heb hem... moet ik niet liegen. Ik heb hem voor een mooi prijs gekregen. Ik heb er 900 voor betaald. Oh, dat is best wel veel. Ja, dat is echt een mooi prijs, hoor. Ja, maar deze gaan voor veel meer nu dan? Ik denk dat ze nu misschien ergens tussen de 2500. Echt? Als er niet meer is. Oh, wauw. Ik zie 2 paar watermelons. Yes. Je favoriete zomerpatta. Maar dit is wel een mooie shape, hoor. Ik moet zeggen, die is anders. Maar check die shape. Nice, hè? Ja. Heel nice. Ja. Die hadden ze eigenlijk moeten uitbrengen. Hoe bedoel je? Dit is een sample. Oh, really? Ja. Oh, wauw. Dus ik zou deze ook ernaast houden. Deze heeft de blauwe bubbel en eyelids zijn ook blauw. Ja, maar dat vind ik, eerlijk gezegd vind ik deze combo toch mooier. Maar die shape is wel perfect. Maar ik denk gewoon dat ik deze niet zie, dat ik deze mooier vind. Want ik ben best wel sukker voor samples eigenlijk. Ja. Vind ik gewoon, je ziet ze gewoon niet veel. Ja. Daar ben ik wel blij mee. Is dat de nieuwe klot? Dat is de andere kleur volgens mij, of niet? Ja. Wat vind je van de doorkijk, eerlijk? Niks. En ik heb gewoon zweetpoten, snap je? Ik ook. Eerlijk in. Dus ik ook. Dan waag ik het niet eens. Nee. Dat gaat echt stinken. Wat is dit? Dat is een hele gekke. Ja, met zo'n soort overshoe is dat, hè? Hè? Maar op een infra. Op een infrared. Het is ook een ID'tje geweest, volgens mij. Een ID'tje? Ja. Iedereen vindt het oer lelijk, maar ik zou ze zo nog wel kopen. Het valt wel gewoon op. Ja, ik vind ze maar gewoon maar het is vet. Wel gek. En het mooiste is als je me open doet, gewoon zeg maar, je ziet ook echt... Dat de schoen er gewoon echt in zit, weet ja, je. Ook dus, helemaal mooi afgewerkt. Dus ik krijg even red en dit stikt ze erbij op, zeg maar. Ja, en dit later. Dit is de Wildwood, maar een sample van Supreme. Deze colorway is niet uitgebracht. Oh echt? Ik heb hem
via Marktplaats kunnen vinden. Dus volgens mij heb ik er 75 euro voor betaald. Ja, dat, dat zijn de prijzen. Ja, goede prijzen. Ja, dat is zeker leuk. Ik zie ook de concept. Wat is voor jou wat is de mooiste kleur voor jou? Van alle drie de concepts. Wat is de favoriet? Ja, ga ik ook weer een beetje eerlijk in zijn, maar ze moeten nog steeds groeien, man, bij mij. Hoe bedoel je? Je vindt ze dus niet mooi? Ik vind ze echt heel mooi, maar voor mij persoonlijk zijn ze te druk. Als ik echt mag kiezen, denk ik de Far Outs, denk ik. Ja, waarom? Ik denk pastel, wat zachter, toch de vrouwelijke kleurtjes weer, wat me toch wel weer aanspreekt eigenlijk. Ja. Hier vind ik de denim dye, vind ik gewoon soms net te donker en te hard, zeg maar. En bij deze is die gewoon echt best wel smooth eigenlijk. Ja. Misschien voor de mensen thuis, als je ze koopt, er zitten heel veel verschil in die dyes, in die denim dye. Maar de meeste die hebben gewoon eigenlijk heel vrij weinig donkerblauw erin. Dus meer één kleur, zeg maar. Ja, En je vond... En deze met meer kleur, ja, die zijn wat lastiger te vinden. Dus dat is de reden dat je twee paar koopt? Ja, man. Wauw. Eigenlijk. Maar dat is wel een groot verschil, ja. Die is gewoon bijna helemaal donker, die is gewoon bijna helemaal licht. Juist, en deze zou ik dan wel weer rocken. Daarom heb ik deze twee keer gekocht. Maar die heb ik nog niet opgelopen, dus gaat binnenkort in de zomer waarschijnlijk. Ja, ik denk het wel, maar dat moet nog steeds een beetje groeien, maar dat komt wel. Ja. Ik spreek over twee jaar, zijn ze goed? Nee, woeien nog steeds niet. Ja, oh, heb ik 30 dozen van die straks. Ja. Oké, met jou. Als je aan het tatoeëren bent, het gaat opeens in de fik. Al je klanten rennen de deur uit, maar jij kan nog 5 paar pakken van je sneakers. Ja. Wat wordt het? Ja, daar heb ik echt heel hard over moeten nadenken. Weet je? Want dat is echt een onmogelijke opgave. Maar ik heb er toch top 5 uit kunnen halen. Oké. En ik denk, ik zou meteen erbij pakken. De nummer 5. De nummer 5. Mijn infraredje, MX 90. Standaard infrared. Ja, ik keek er vroeger al tegenop. En nu heb ik ze zelf. En dit is echt wel een paardje die met me meegaat. Ja. 100%. Ja, ja. Dat is de 90 natuurlijk. Hè? Ja. Mijn nummer 4. Fayo Atmos. De Fayo's. Maar dus vind je harder als de Safari? Ja. Oké. Ja, dat is ook eigenlijk met de tijd gaan groeien weer. Want in het begin vond je de Safari mooier dan de deze? De Safari's vond ik mooier. Mm-hmm. Maar later ben ik gaan kijken, ook de swoosh en zo, de mini swoosh erop. Ja, dat heeft die Safari natuurlijk ook, maar deze colorway met het gouden mini swoosh en zo, dat paars. Ja, ik weet niet, ik kijk er wel gewoon graag naar. Ja. Even kijken, dan gaan we naar mijn nummer 3. Yes. Damsco. Amsterdam, man. Amsterdam. Amsterdam. Dat is wel een heel grappig verhaal. Ik weet dat die release, toen was ze ergens in Amsterdam op de Wallen. Een vriend van me die ging toen mee. Ja. Die verkocht ze de dag daarna voor 600 euro. En die dacht echt dat hij echt een dikke klapper had gemaakt, weet je. Ja, maar in die tijd was het ook een was klapper. Was het ook wel. Ja. En nooit verwacht dat het zo hard zou gaan. Maar dit paardje, ja, ook een stukje Nederlands trots. Weet je. Een stukje Wallen, mooie prostituee aan de binnenkant en zo. Op de... Ja, een mooi hartje op de bil. Dan mijn nummer 2. Ach, keihard. Ja, ik ben hier echt fucking blij mee. Ja, echt. Ik ben hier echt fucking blij mee. Dit zijn Book of Ones, sampletjes. Ja, die mesh is top. Bruin is mooi. Ja. Je hebt van, net als die corks van die krassen. Ja. Dat is wat de bedoeling. Echt een toppaardje. Kleur ook echt super. Je hebt ook aardig wat voor betaald, denk ja. ik. Of niet? Ja. Wat zei je, 2200 euro? Nee, ik heb er iets van 23 voor betaald voor deze. Ja, dat is veel geld, man. Ja. Maar ja, het is keiharde schoen. Het is, met deze is het echt wat de gek ervoor geeft. En ik was jij bent die gek niet. Ik was op dat moment de gekste, dus nu trotse eigenaar, hè? Ja, even keihard. Mooie aanvulling van mijn harem is dat. En dan mijn nummer 1. Patapara Burgundy. Ja, weet je, gewoon ook tegenwoordig heel lastig te krijgen. Nederlandse bodem, dubbel eigenlijk. Ja. Pata en para. Ja, ik denk een vettere combinatie bestaat er niet. In het Nederlands gebied, nee. Oh, deze is ook nog nieuw. Deze heb ik V&DS gekocht. Oké. Ja, mag ik vragen hoeveel? Ik heb er 3500 voor betaald.
Mooie prijzen. Ja, mooie prijzen is het eigenlijk nog. Ja. Weet je, sommige mensen zullen denken, wat gek, maar weet je, kunst kost geld. Ja. Maar dit is echt mijn nummer 1 en op alle vlakken scoort deze gewoon voor mij supergoed. Ja, ik snap het. Keiharde top 5. Of niet? Dacht ik ook. Dit was Woerkikke Door in Apeldoorn bij mijn boy Matthew Luhukai, a.k.a. Matthew One. Yes, folks, thanks. Tot de volgende. Peace.